Via Cultura, over de verschillende activiteiten van Drechtstad Boeren. Zoals het evenement Wortelschieten en de Dutch Food Week. Met Darling Said, Arie van Santen, Robert Klaassen, Bert van Wanrooy, Ahmed en Tara Badlou. De live muziek is van Michel Hoordijk en de presentatie in handen van Ashish Mathura. Dames en heren, goedenavond. Dankjewel voor het kijken naar dit programma. Ik ben Ashish Mathura en ik mag vanavond jullie gastheer zijn en moderator van de talkshow van Drechtstad Boer. Ik heb de eer om vandaag aan tafel te zitten met een aantal bijzondere mensen die bijzondere organisaties dragen en vertegenwoordigen en waarmee jullie kennis zullen maken. We hebben aan tafel Dalila Said. Dalila Said is initiatiefnemer van het etenschap en van Wortelschieten. Ahmed, je hebt meegedaan aan het programma, of aan het project. En jij gaat ons straks vertellen hoe jouw ervaringen waren. Arie van Santen. Jij vertegenwoordigt de organisatie De Oude Beer. Ja. Of de stichting De Oude Beer. Stadslandbouwkas. Stadslandbouwkas, ja. Ja. En jij hebt meegedaan aan het project. En we zullen straks het hebben over hoe je hebt meegedaan en wat jouw ervaringen waren. En natuurlijk Drechtstadsboer, meneer Robert Klaassen, hebben we hier. En u gaat ons vertellen, of jij gaat ons vertellen, hoe dat was. Nou, als eerst gaan we het hebben met Dalila over het project Wortelschieten. Ja. Kijk, toen ik erover begon te lezen, sprak het mij heel erg aan. We leven in een tijd van social media, waar we wel digitaal heel sociaal zijn, maar op een of andere manier moeite hebben om de connectie met elkaar te maken. En jouw project, jouw initiatief, zoekt de verbinding op tussen niet alleen maar mensen, maar ook mensen met verschillende achtergronden, mensen met verschillende culturele achtergronden. Dat sprak mij heel erg aan. Vertel me een beetje erover. Van wat was jouw achterliggende gedachte van waarom jij dit project bent gestart? Ja. Wat wij doen met Stichting Het Eetschap, wij merken heel erg dat als het gaat om voedsel of duurzaamheid, dat die wereld best wel genomineerd wordt door de theoretisch opgeleide Nederlander. Mm-hmm, ja. of ook wel vaak de witte Nederlanders. Ja. En dan zie je dus ook dat er ook allerlei projecten, interventies ontstaan die vaak niet aansluiten bij mensen met een andere culturele achtergrond. Of mensen die praktisch opgeleid zijn. Ja. Of mensen met een migrantenachtergrond. Migrant, ja. Volgens mij zei ik dat al. Ja. Wij geloven heel erg met het eetschap dat iedereen kennis heeft over eten. En niet zozeer over voedsel, maar wel over eten. Want over eten. Iedereen eet. Iedereen eet, ja. En van oudsher is de Nederlandse eetcultuur natuurlijk enorm beïnvloed door al die verschillende eetculturen. Ik bedoel, de Italiaanse keuken of de Chinese keuken, dat is echt inmiddels ingeburgerd in onze eetcultuur. Maar naast al die eetgewoonten of al die mooie gerechten hebben heel veel mensen met een migratieachtergrond ook echt heel veel interessante kennis over eten of over gewassen die wij nog niet kennen, bereidingstechnieken en dat soort dingen. En met Wortelschieten benutten we eigenlijk die kennis die ze hebben, die halen we op. En we kijken hoe we dat kunnen inzetten om te werken aan een bepaald voedselvraagstuk. Mooi. En wie probeer je aan te trekken bij dit soort projecten? Je hebt natuurlijk al gezegd, mensen met een niet-Nederlands achtergrond. Maar wat voor soort mensen doen hieraan mee? Zijn dit voornamelijk studenten of... Ja, de deelgroep is heel divers. Met Wortelschieten aan zich richten we wel echt vooral op nieuwe Nederlanders. Okay. Maar ook mensen met een migrantenachtergrond. Ja. Dus er zijn ook wel eens bij eerdere edities vrouwen die al 30, 40 jaar in Nederland wonen, maar nog niet geworteld zijn. Vandaar ook de naam Wortelschieten. Ja. Dus daar richten we ons enerzijds op. En daarnaast richten we ons op mensen die dus al wel geworteld zijn in Nederland. En dat kunnen studenten zijn, maar dat kunnen ook tuinders zijn. Andere professionals uit de voedingsmiddelenindustrie of uit de agrarische sector. Dus heel divers. Oké. En hoe vaak heb je dit al gedaan? We hebben nu net de derde editie in Dordrecht achter de rug. Derde editie. Kan je even in het kort vertellen hoe dat is gegaan? Ja. De allereerste editie sowieso in Den Bosch, daar zijn we gestart ooit. Dat is ontstaan eigenlijk, het was een afstudeeropdracht voor mij. Okay. Dat deed ik voor de provincie, maar er was niet echt een duidelijke aanleiding. Ik moest iets doen met boeren en met nieuwe Nederlanders.
Ja, die aanleiding was er niet. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga wel op zoek online, op zoek naar een aanleiding. En daar zag ik, stuitte ik op allerlei onderzoeken van onder andere de GGD, waarin duidelijk beschreven stond dat heel veel nieuwe Nederlanders ongezond eten zodra ze in Nederland komen. Okay. En dat is omdat ze veel gewassen niet kennen, de groenten. Aha. Maar ook omdat hun dagritme er heel anders uitziet. Normaal, waar ze normaal een hele middag besteden aan hun maaltijd bereiden. Dan, ja, als je in Nederland komt en je hebt taalles, dan heb je daar geen tijd voor. Ik snap het, ja. Uiteindelijk ben ik daarom in contact gekomen met een aantal nieuwe Nederlanders, groep jongens uit Eritrea onder andere. En ik dacht, oh, ik ga kijken hoe ik ze gezond kan laten eten. Maar ik kwam bij ze thuis en ik merkte al heel snel, ja, dat werkt niet. Want zij hadden zoiets van, ja, wij eten best wel al gezond. Dus wie ben jij om ons dat te komen vertellen? Ja. En uiteindelijk ben ik, toen dacht ik al, shit, hè, daar gaat mijn afstudeeropdracht. Maar uiteindelijk, omdat ik dat ook even opzij kon zetten en echt in contact kon komen met ze. Toen gingen we pas ook echt het echte gesprek met elkaar aan. En hadden we het gewoon over eten en wat we lekker vinden, wat we niet lekker vinden of wat dan ook. En toen leerde ik juist heel veel interessante dingen. Dat ze bijvoorbeeld heel veel kennis hebben over plantaardig eten. En waar we in Nederland juist heel veel aan hebben, omdat we steeds minder vlees eten. Maar ook dat we dat zij juist heel erg behoefte hadden aan contact met Nederlandse leeftijdsgenoten. Oké. Okay. Omdat dat nu nog niet lukte. Nee. En uiteindelijk is zodoende wortelschieten ontstaan. En ik heb wel gemerkt dat juist die gelijkwaardigheid, dus niet dat ik daar zit en ik ga hun vertellen hoe ze gezond moeten eten, maar juist die gelijkwaardigheid, dat staat ook heel erg centraal in het project. Ja, dus het is echt geven en nemen. Hè? Ja, van elkaar leren. Ja, van elkaar leren. Ja. Prachtig is dat. En de mensen die daaraan hebben meegedaan, hè? Nou, je had het net over de eerste editie. De tweede editie, ik had gelezen dat dat voornamelijk ging over eiwittransitie. Ja. En net zo even had je het ook over dat mensen steeds minder vlees aan het eten zijn, hè? In Nederland. Ja. Kan je daar even over wat vertellen? Ja, vooral het vlees eten, dat zit ook echt een beetje in onze eetcultuur, in de Nederlandse eetcultuur. Ja. En in andere, toch wel veel buitenlandse culturen heb je dat niet. Oké, is dat echt zo? Okay. Ja, bijvoorbeeld in Eritrea eten ze twee dagen in de week helemaal geen vlees. Dus echt volledig plantaardig. Maar ook in de Midden-Oosterse keuken is vlees staat minder centraal op het menu. Okay. En die kennis die zij hebben over allerlei plantaardig eten of gewoon veganistisch eten. Ja. Omdat de voedingsmiddelindustrie steeds meer op zoek is naar plantaardige alternatieven. Kunnen we die kennis juist heel goed gebruiken. En in die editie, dat was de tweede editie, hebben we uiteindelijk een groep nieuwe Nederlanders, maar met verschillende achtergronden, culturele achtergronden, gekoppeld aan studenten van de HAS in Den Bosch. Ja. Dat waren studenten die de Minor plantaardige toekomst volgden. Oké. Okay. Er ontstond natuurlijk een kruisbestuiving tussen die verschillende eetculturen in de groep. En de studenten hebben de opdracht gekregen om nieuwe plantaardige producten te ontwikkelen. Oké. Okay. En dat is eigenlijk ook best wel succesvol, want een van de producten die ontwikkeld is, dat is inmiddels een bedrijf geworden. Een van de oud-deelnemers heeft een bedrijf gestart met het product. En die verkoopt haar product overal, op heel veel plekken in ieder geval. Wauw. Kijk, dat is mooi. Ja. Oké, dus dat is de tweede editie. Ja. En nu de derde editie. Ja, de derde editie stond er een heel ander vraagstuk centraal. Via Robert, toch ook echt wel de aanjager van wortelschieten Dordrecht. Ja. Kwamen we ook in contact met Arie en Ben van Stadslandbouwkast de Oude Beer. En daar in de gesprekken, vele gesprekken die we voerden, kwam eigenlijk ook wel heel erg naar voren dat doordat er ook heel veel migranten komen, dat de stedelijke bevolking verandert. En voor boeren is het natuurlijk ook een uitdaging om daarin mee te bewegen. En dat ze ook kijken, oké, welke interessante gewassen of verdienmodellen kunnen wij als boeren of als landbouworganisatie inzetten. En daar was de opdracht dus eigenlijk om de gewassen die nu nog vooral in het buitenland geteeld worden en dus geïmporteerd worden naar Nederland, om te kijken of we die gewassen die toch best wel geliefd zijn onder nieuwe Nederlanders, om die lokaal te telen. Ja. En ook vervolgens lokaal af te zetten. Ja, En we hebben hierin gewerkt met studenten van de koksopleiding van de Vinci College in Dordrecht. En die gewassen die dus geteeld zijn bij de Oude Beer, daar hebben de deelnemers samen ook nieuwe recepten mee ontwikkeld. Mm-hmm. Zodat ook meer Nederlanders bekend raken met de verschillende gewassen. Ja, oké.
En Arie, jij bent van de Oude Beer. Ja. Kan je een beetje vertellen daarover? Jazeker. Ja. We zijn heel erg enthousiast over dit project. Ja. Ik zal je zeggen waarom. Wij willen heel graag zoveel mogelijk mensen in Dordrecht en omgeving verbinden aan ecologische stadlandbouw en producten. En wat heel hard nodig is, dat is dat wij zoveel goed mogelijk weten van waar is vraag naar. Ja. En vooral spelen wij goed in op de vraag in de toekomst. Want nu hebben wij ongeveer in Nederland 35% inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond. 2060 is dat percentage 40%. Hm. En dat betekent twee opgaven. De ene is veel leren als organisatie van aan wat voor soort nieuwe producten bestaat de behoefte. Ja. En in de samenleving zelf. Zou je het redden als je leert wat wederzijds respect is tussen mensen. Ah, ja. En bruggen slaan. Ja. En daarin is voedsel kweken, eten, delen met elkaar. Even de meest leuke dingen eigenlijk van leven. Ja. En wij proberen dat als vrijwilligersorganisaties zoveel mogelijk uit te dragen. Ja. We roeien bewust tegen de stroom in van mensen die dat bewust ook niet willen zien. Dus dan kom je uit bij Wilders en Baudet. Dat is jammer. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de feiten, dan zullen ze het onderspit delven. Want de werkelijkheid is gelukkig een andere. En die is dat mensen toch verstandig zijn en kiezen voor elkaar. En niet voor krijsen en rare dingen. Oké. Okay. Ja. En hoe heeft de Oude Beer aangesloten op het project Wortelschieten? Vanuit een soort nieuwsgierigheid. Ja? Ook gevoed door een aantal vrijwilligers. Okay. Die komen onder meer uit Italië en Brazilië. En die zijn het weekend actief in onze kast. Ja. En die zijn geworteld in Nederland. En dat is op zich heel leuk aan Nederland. Dat je, ik weet niet hoeveel verschillende nationaliteiten hebt. Gewoon Engels spreekt. Ja. En ze spreekt bijna iedereen. En op die manier voel je je veilig thuis. Ja. Dat is geweldig. Ja? En voor ons is het interessant omdat wij op die manier aan de weet komen van wat voor soort gewassen zijn er nodig. We komen nieuwe mensen tegen. En een aantal daarvan zal waarschijnlijk ook weer vrijwilliger worden bij de kleine, bij onze kas. Ja. En gewoon met groene vingers aan de slag gaan. Okay. En verbinden vooral. Ja. Ja, dat is het mooie, hè? Het verbinden. En wat voor gewassen hebben jullie dan geplant of waarin hebben jullie gewerkt tijdens dit project? Dat weet ik, heb ik niet precies op mijn netvlies, maar we hebben ze keurig in de kast staan. Okay. We kweken ze, we halen de deelnemers erbij. Ja. We zetten ze op foto. Ja. En we rollen dat stap voor stap gewoon ook uit. Okay. Want we weten waar de deelnemers zitten. We weten ook wat hun vraag is. We gaan ze ook triggeren om het of te kopen, of nog leuker, kom eens een keer helpen. Kom helpen. En krijg groene vingers en verbouw het. En dat kan, dat is het leuke van onze organisatie. Mm-hmm. We hebben daar de ruimte voor. Ja. En dat kan bij ons. Oké. Okay. Ja. Prachtig. Dat is eigenlijk het mooie aan Dordrecht, hè? Ja. Dat je niet alleen oud bent, maar dat je ook leert om slimmer te zijn. Om slimmer te zijn. Ja, en dan toch nog terug op jouw vraag. Want een aantal van die gewassen, dat zijn dus onder andere okra. Okra. Ik weet niet of jij, wij kennen het inmiddels allemaal. Ik ken hem ook. Ja. Oh, top. Denk ook. Maar we hebben ook kousenband, taaierblad, wat heel veel in Suriname wordt gegeten. Ja. Okay. Even kijken hoor. Snijkool. Ja. Er waren er 8. Ja. Syrische komkommer, een buikcourget. En dat is een hele mooie en bijzondere courget. En molochia. Okay. Molochia is iets wat ik zelf niet. Als kok ook niet kende. Maar dat, is echt, dat heb ik ook echt van Achmed geleerd. Okay. En andere deelnemers. Dat is een gerecht of een gewas wat ontzettend veel gegeten wordt. Zo. en hier in Nederland alleen maar bevroren of gedroogd te kopen. Interessant. Oké. Okay. Nou, heel veel van de gewassen ken ik al. Als Surinamers zijnde. Dus ik denk dat ik een keertje langs moet komen. Ja, helemaal. Je had eigenlijk mee moeten doen. Ja. Word je helemaal happy van. Ja, hè? Ja, nou, ik word al happy als ik de namen hoor. Ik denk aan de gerechten die je dan kan maken. Ja, nou, dit zijn de recepten. Die. Prachtig. Oké, dus jullie hebben ook kaartjes gemaakt met de recepten. Ja.
Oké, okay, ja. En dat was tijdens het project of voor het project, zodat de mensen kunnen meedoen? Nee, dit hebben echt de deelnemers van Wortelschieten ontwikkeld, bijzonder, deze recepten. Okay. En het mooie is dat ook juist die culturen die aanwezig waren in de groep, ja, dat die ook echt allemaal in die recepten te zien, te proeven, super, de smaken te proeven zijn. Oké. Dus, nou, heel mooi. We gaan zo meteen met Ahmed praten over zijn ervaringen. Maar net zoals voedsel ons bij elkaar brengt, brengt muziek ons ook bij elkaar. Dus we gaan eventjes luisteren naar Michel. Michel is eigenlijk een voetbalcoach. Ja. Je bent een voetbalcoach. Maar sinds je 16e maak je eigen muziek. Ja. Wat ik heel bijzonder vind. Ja, dat is altijd iets wat ik heb gedaan. In eerste instantie in beentjes. En ja. Dan word je wat ouder en dan krijg je kinderen. En dan, ja, ik snap. Dan ga je, laten we zeggen, beentjes leven. Dat, ja, ja. Dat laat je dan een beetje achter je. Maar nummers blijven, ben ik altijd wel blijven schrijven eigenlijk. Prachtig. Ja. En je gaat ons nu iets laten horen wat je zelf hebt geschreven? Ja. Nou, met liefde. Dus dat is met liefde. Nou, the floor is yours. Nou, dankjewel. Dankjewel. Het wordt tijd dat het niet uitmaakt wat de kleur is van je huid, of welke naam je draagt. Of je wieg stond in de Belmer of in een villa in Oud-Zuid, of in welke taal je praat. Ik ben een mens en ik ben een man, ik was dat niet per se van plan. Ik ben hetero en ik ben blank, en als ik oplet blijf ik slank. En als ik in mijn paspoort kijk, dat bewijs van mijn identiteit, lees ik dat ik Hollands blijk, burger van een koninkrijk. Van een koninkrijk. Ik ben mij maar voor hetzelfde geld, dan was ik gewoon jou, en dan stond ik anders hier. Ergens ben ik ieder kind en elke man en elke vrouw, ben ik Jood en Arabier. Ik ben een Pool en een Italiaan, Somaliër en Marokkaan. Ik ben moslim en boeddhist, katholiek en atheïst. Ik ben een Koert en ik ben een Turk, een kerel in een damesjurk. Homo, macho, Irakees, Rotterdam, Jordanees. Ik heb dit lijf, dit hoofd, dit gezicht met die naam. Ik heb alles maar gekregen, ik heb er niks voor gedaan. Ik denk, ik voel, ik hoop, ik vrees en verlang. Ga mijn eigen gang. Maar mijn eigen gang, wat is dat dan? Het is tijd voor de liefde als het nieuwe normaal. Het is tijd om te gaan. Met de liefde hebben wij toch een heel ander verhaal. Dus het is tijd om op te staan. Tegen oorlog en geweld, de dictatuur van het grote geld. Tegen de as van het kwaad, die natuurlijk niet bestaat. Tegen de hokjescultuur, voor de mens en de natuur. Voor de vrijheid en het lef, voor de hoop en het besef. Tegen het misbruik, tegen de macht. Tegen de macht van de brute kracht, tegen de wraak en voor de dialoog. Tegen het dictaat van de angst, voor de kracht van gezond verstand, voor alle kleuren van de regenboog. Voor onze vriendschap, voor onze band, voor onze levens in eigen hand. Tegen de betutteling en censuur. Tegen racisme en homohaat, tegen de politie staat. Voor de mooiste ongeschreven wet, voor de liefde overal in het verzet. Van Nigeria tot Afghanistan, van Bangladesh tot Zuid-Soedan, van Jeruzalem tot aan de Dode Zee. Damascus, Peking, Hawi, Minneapolis, Amerika, Tibet, Jemen, Congo, Myanmar.
Washington tot in Den Haag, in Brussel en van Pyongyang tot Seoul. Van de Filipijnen tot in Kameroen. Wat zou de liefde doen? 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 Dankjewel, Michel. Dankjewel. Heel toepasselijk. Heel toepasselijk. Prachtig. Dankjewel. Dankjewel. Oké, nou, we gaan verder. Zo meteen gaan we nog naar een aantal nummers van je luisteren. Oké, nee, dat is goed. Doe je ding. We gaan nu even praten met Ahmad Shaba. Zeg ik het goed? Shaba. Ja, Ahmad Shaba. Shaba. Je bent kok, hè? Ja. En je hebt meegedaan aan dit project van Dalila. Ja. Kan je me daarover vertellen? Kan je me vertellen, hoe ben je erin gerold? Ik vind het de programma leuk, gezellig. Ja. Leuk om nieuwe activiteiten, bezig met de nieuwe activiteiten. Ja, precies. Ik vind het leuk, ja. Oké. En met hoeveel mensen heb je meegedaan aan dit project? Het is ongeveer 18. Al met nabij 18. Ja, 18. 18 mensen. Ja. Oké. En kan je me vertellen wat je bijvoorbeeld hebt geleerd van anderen? Ik heb nieuwe gerechten proeven van andere culturen. Mm-hmm. We hebben geleerd om te zaden. En de eerste keer bij een kaas. Ja. Ja. En dat is dan bij de oude beer? Ja. Oké. De oude beer. Ja. Oké. En kan je een beetje praten over de gerechten die je hebt gemaakt? Of van andere culturen, hè? Of die je hebt kunnen proeven van andere culturen? Ik heb melogia gekookt. Ja. Ja, daar hoorde ik net van. Die ken ik zelf ook niet, hoor. Ja, voor 3 keer in dit programma. En voor andere gerechten, er is veel gerechten. Mm-hmm. Wij hebben hier een kaartje over de gerechten en ingrediënten en hoe kookt die gerechten. Hoe je die gerechten maakt. Ja. Oké. Ja, dat is echt een leuk idee. Ja, oké. En we hadden het net erover dat het niet alleen maar gaat om de gerechten zelf, maar de verbinding zoeken met andere mensen. Hè? Dus hoe was het om met mensen van andere culturen, om met ze om te gaan? Wij zijn twee groepen, nieuwe Nederlanders of nieuwe bewoners. Yeah. En ook met collega's, met studenten van de Davici, collega. Yeah. En communiceren was echt goed, ja. Yeah. Mm-hmm. En zijn er zekere ideeën die je hebt meegenomen hier? Vanuit het project. Wat heb je geleerd? Wat ik heb geleerd... Over nieuwe gerechten. Oké. Omdat meestal activiteiten over kook. Mm-hmm. Dus dat... communiceren tussen ons van de eten, van de gerechten. Oké, dus communicatiemiddel was eigenlijk het eten. Want ik ga ervan uit, iedereen spreekt of heeft als basis een andere taal. Ja. Andere cultuur, misschien een andere religie ook. Ja. En je komt bij elkaar en je proeft elkaars eten, je praat erover, je leert van elkaar. Ja, klopt. Prachtig is dat. Ja. Prachtig is dat. En even kijken, je had het al over één gerecht. Is er een gerecht die je daar hebt gemaakt of hebt geproefd, waarvan je zou zeggen, jij, ik... Zou dat moeten uitproberen? De gerecht die ik heb gemaakt? Nee, of een gerecht die je daar hebt gezien, of hebt geproefd, of hebt gemaakt zelf. Ja, wat zou jij zeggen dat ik zou moeten kunnen proeven, of mee kennis moet maken? Ja, het is Indonesisch gerecht. Maar ja, ik weet het ook niet meer, het was met boontjes. Met boontjes? Ja. Een van onze deelnemers, Alan, die kwam, heeft een roots in Indonesië. En die heeft Indonesisch gekookt. Ja.
Oh, ik durf bijna niet te zeggen. Was het dan Atjar? Nee, niet Atjar. Nee, dat klinkt wel Indonesisch dan, maar... Iets met Indo- en dan met bonen. Oké. Okay. Ja. Okay. Pindakaas ook? Ook, ja, volgens mij ook pindasaus erbij. Ja. Maar hij had echt een hele pindakaas. Soort van... Dan was het echt... Ja, Indonesisch. Oké. Oké. Mooi. Nou, dan gaan we toch eventjes... Nee, ook niet. Wel pindasaus, maar geen gado-gado. Geen gado-gado. Oké. Nee, ja, het is stom. Normaal nee, weet ik het denk ik wel, maar, nu, maar dat komt straks wel. Nou, het Indonesisch eten sowieso, vooral het Javaanse eten in Suriname is heel erg bekend en gewoon een basis geworden van het voedsel in Suriname. Mm-hmm. Dus ik ga er ook van uit dat wanneer deze culturen zich meer en meer kunnen profileren hier in Nederland, dat veel meer mensen dat voedsel of die gerechten gaan leren kennen en dat het gewoon ook heel normaal zal worden hier. Ja, en daarom zijn die receptenkaarten dus ook gemaakt, ook om dat te verspreiden met die gewassen. Ja. Zodat, want er staat ook wat informatie over het gewas, waar het vandaan komt en prachtig. Nou ja, dus, en wat je ermee kunt doen. Oké, dus deze gerechten, die komen ze ook op de website te staan? Niet op de website, dus het is gewoon alleen op papier verkrijgbaar, maar wel bij de Oude Beer en de andere afhaalpunten van de box, de verspakketten. Oké. Nou, dan gaan we eventjes naar meneer Robert Klaassen. Want Drechtstadsboer heeft dit project hierheen gehaald. Kunt u me even vertellen, of kan je me even vertellen wat de reden was, of wat de motivatie was om, wortelschieten platform te geven hier in... Dat wil ik heel graag. De laatste tijd, dus het zal iedereen duidelijk zijn, gaat het heel veel in de media vooral over de prijs van voedsel. Wat het kost, maar ook wat het milieu kost, et cetera, et cetera. Dus het wordt heel vaak technisch-economisch benaderd. Maar daarbij wordt heel vaak over het hoofd gezien ook de waarde van het voedsel. Voedsel heeft niet alleen een prijs, maar voedsel heeft ook vooral een waarde. En dat heeft voedsel heeft meer waarde. Een maatschappelijke waarde, een ecologische waarde, een sociale waarde. Kortom, en de boer die ons voedsel teelt, die kan ook... voorzien in andere behoeftes van de bevolking dan alleen de behoefte aan dagelijkse voeding. Ja. En als het goed is, dan wordt de boer ook daardoor zelf gevoed. Dus verdient hij een goed inkomen, een fair price, zullen we zeggen, voor wat hij doet. Nou, dat zijn achterliggende gedachten geweest die de Drechtstadboer ertoe hebben gebracht om dit mooie programma, want ik kende het programma Wortelschieten al langer. We hebben elkaar ooit ontmoet in Delft, in het Wereld Horti Center, of all places, zal ik maar zeggen. En dat dacht ik al, dat is een heel interessant uitgangspunt om culturen bij elkaar te brengen, voedsel als een verbindende schakel, en op die manier integratie te bewerkstelligen en tegelijkertijd ook onze culturen te verrijken. Ik ben dus... Ik moet zeggen, echt zo'n oude multicultureel nog. Dat is altijd geweest, altijd gebleven. Ja. Dat past ook allemaal in de uitgangspunten. De doelstelling van Drechtstadboer, zoals we die vanaf 2014 al geformuleerd hebben, nastreven. We willen boer en burger weer met elkaar verbinden. Die relatie bevorderen. We willen de stadslandbouw een plek geven. Ja. Ik geef een voorbeeld hier in Dordrecht. 48 boeren. Je kan maar bij 3 van de 48 ook daadwerkelijk terecht op voor je boodschappen. Okay. Dus je maakt een eiland, een fietstocht over het eiland van Dordrecht. Je fietst 30 kilometer. Maar eten kun je niet krijgen. Dat is een punt. Dat moet echt veranderen. En denk ik ook dat stadslandbouw als een vorm van directe relatie tussen de boer en de burger verder geprofessionaliseerd moet worden. Was dat de reden om het ook naar Dordrecht te brengen? Ja. En al die elementen, al die doelstellingen die Drechtstadboer nastreeft, die komen samen in het project Wortelschieten. Dus het was bij uitstek een mooi project om aan bij te dragen. Dus vandaar dat we daar heel hard aan getrokken hebben. Het was even lastig met corona. Net als alles vorig jaar hebben we alles georganiseerd. Toen weer evenveel tijd gestoken om alles weer af te zeggen. En toen alles weer te organiseren. Ja. Daar raak je dan ook heel bedreven in. Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat we dit zo met elkaar gedaan hebben. En ook met natuurlijk de Stadskas, de Oude Beer.
Zorgboerderij De Zuidpunt die erbij betrokken is. Ja. ROC Da Vinci. Allemaal mensen die de hand in één hebben geslagen om dit als een voorbeeldproject neer te zetten. Nou, en nu moeten de communicatie, de publiciteit, moet verder een bredere kring in de vijver geven. Oké. Okay. Dus, betekent dat er een vierde editie komt? Dat moet ik eigenlijk vragen. Maar ik heb zoiets gehoord dat het in Almere plaats zou vinden. Okay. In het kader van de Floriade. Ja. Ja? Ja, die komt sowieso na de zomer een vierde editie in Almere. Mm-hmm. Met ook weer een ander vraagstuk. Een andere doelgroep en een andere manier. Ja. En dat koppelen we dan ook meteen aan de Wereldvoedseldag en aan de Floriade die volgend jaar in Almere georganiseerd wordt. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En wellicht daarna nog misschien... Ja, dus dat zou mijn volgende vraag zijn. Gaan we weer richting Dordrecht? Nou ja, wie weet. Er liggen natuurlijk genoeg kansen. Een enorm groot netwerk. Dus ja. Ja, zoals je weet, Drechtsteden tellen op sinds... vorig jaar, 2 jaar geleden, 7 gemeentes. Hè? Ja. Dus we hebben pas contact gelegd met een partij in Zwijndrecht. Ikzelf ben verhuisd naar Alblasserdam. Ik heb de weg naar het gemeentehuis daar ook gevonden. En dan heb je nog 5 andere gemeentes. Dus we zullen eens even kijken wat we kunnen bereiken. Nee, je zou het op kunnen schalen naar de Drechtsteden. Ja. Nou, een mooi gebied hoor. Ja. Veel mensen. Ja, waar we eigenlijk ook naar streven is dat het geen los project is. Mm-hmm. Maar dat het gewoon structureel onderdeel wordt van bijvoorbeeld het integratietraject van nieuwe Nederlanders of het inburgeringstraject. Maar dat het ook gewoon onderdeel wordt van het curriculum van allerlei foodopleidingen. Ja, ja. Want naast de ecologische duurzaamheidsdoelstellingen heeft het natuurlijk ook wel enorme sociale waarde. Het gaat ook over beeldvorming. De studenten die meedoen, dit is eerst kennismaking met nieuwe Nederlanders. Dus op dat vlak brengt het wat bij. Integratie van nieuwe Nederlanders. En taalvaardigheid vooral ook. Hè, want er moet heel veel gepraat worden en gegeten. Mm-hmm. Maar ook en dus ook op cultureel vlak, zoals Robert al zei. En dat ga je niet redden met 1 leuk projectje even tussendoor. Dus dat moet echt wel structureel gedaan worden. Okay. Dus dat is, daar willen we in ieder geval naartoe. Maar dat is echt in ieder geval nog een weg te gaan. Dat is nog een weg te gaan. Maar de ambitie ligt er in ieder geval. Nou, dat is heel mooi. Dat is prachtig. Zo meteen gaan we nog over verdere ambities praten. Maar we gaan eventjes weer terug naar Michel. Ja, leuk. Volgende meet Stroom. Hoe heet het? Stroom. Stroom, oké. Okay. Stroom. Goed. Raak me, je maakt me, je breekt me voor ik val. Je laat me laten. Je laat me praten, je hoort me de dal. Je dicht mijn gaten. Groot wonder, dat is wat het is. Het legt bloot en het wapent. Het raakt het kraakt het, gaat dwars door alles heen. Laat me gaan, maar nergens nog alleen. In die stroom die maar blijft stromen, en die gang die maar blijft gaan, en die stoom die maar blijft stomen, en die stand die maar blijft staan. Dit was het dus. Dit was het dus. Deze gift die maar blijft geven, deze daad die maar blijft doen, deze droom die we nu leven, deze stroom in elke zoen. Dit was het dus. Dit was het dus. Wat ik zocht om weg te kijken en dus er ook niet vond, begon erop te lijken dat het niet bestond. Dit is het dus. Dit is het dus. Dit is dus het huis dat al ergens in de steiger stond. Dit is dus de schaduw die ik zag.
Dit is dus het boek dat ik altijd gesloten vond. En dat nu met één blik daar open lag. Het papier in de kaft was nog hagelwit. Dus we schrijven ons eigen verhaal. Geen pen die dit wonder beschrijven kan. Dus we schrijven ons boek zonder taal. En we hebben de tijd, alle liefde schat. Met al dat wit dat nog naakt voor ons ligt. Dus we schrijven het vol tot het laatste blad. En pas op het eind gaat het dicht. En pas op het eind gaat het dicht. Dankjewel, Michel. Dankjewel. Arie, tijdens dit project hè, van wortelschieten heb je natuurlijk nieuwe gewassen daar geplant. Je bent in aanraking gekomen met een nieuwe doelgroep. Hè? Ja. Kan je me vertellen, hoe ga je nu te werk gaan om deze doelgroep te behouden en de groep te vergroten? Op drie manieren. Ja. Ten eerste weten wij van waar is nu met die voorbeeld gewassen vraag naar. Dus die gaan we in ieder geval kweken. De tweede manier, wij zullen ook zoveel mogelijk nieuwe deelnemers uitnodigen om daar actief als vrijwilliger ook een bijdrage aan te leveren. Niets is spannender natuurlijk dan dat zaadje te planten en op een gegeven moment te zien dat je dat netjes kan verwerken in de keuken. Ja. En dat netjes belandt op een bord. Mm-hmm. En het derde wat we doen is het zoveel mogelijk mensen die dat recept nog niet kennen. Ja, en dat is via de PR en zo. Uitnodigen om eens een keer even out of the box te denken als het gaat om eten. Ja. En wat nieuws te doen. Okay. En die kansen en die mogelijkheden die hebben wij. En dat is ook een hele mooie gedachte. Omdat je daarmee via nieuwe gewassen. Mensen die dat leuk vinden, verbindt met mensen die denken van, goh, wauw, dat ik het eens doen en verdraait. Het is ook heel lekker. Ja. Ja? Ja. En niets is leuker dan op deze manier mensen aan het lachen en aan het verbinden te krijgen. Ja. Prachtig. Ja. Mooi ook gezegd. Ja. Hoe ben je van plan om deze mensen te bereiken? Via folders die ik aan de overkant netjes zie. Ja. Dat is het middel van PR. Ja. Ja. En voor de rest door journalisten, die we in deze stad gelukkig nog wel hebben, uit te nodigen van maak eens kennis. Mm-hmm. Wij verzorgen voor een keurige maaltijd. Ja. En tot je grote verrassing zitten daar een heleboel nieuwe gewassen bij. En die zitten erin. En laat me horen wat je ervan vindt. En wat je beleving is. En schrijf daar nou eens gewoon een leuk, positief verhaal over. Ja. Al of niet met een foto erbij. En niet alleen maar in de sfeer van, oho, wat wordt het erg in Nederland. En vooral in Dordrecht natuurlijk, als het helemaal misgaat. Ja. Nee, zet het nou eens leuk en positief op de positieve aard. Boodschappen. Ja? Ja. En ik denk, dat is mijn opvatting persoonlijk, dat je daar in deze samenleving veel meer naartoe moet. Veel meer moet denken in termen van goede kansen in plaats van, oho, dus zeker wel 1% dat het helemaal fout gaat. Voor mij word je daar niet vrolijk van. Nee. Ja. Nou, Drechtstadsboer doet heel veel aan marketing en het bekendmaken van, ja. van dit soort initiatieven. Dus wat gaat Drechtstadsboer doen om dit voor te zetten? Nou, concreet hebben we een aantal projecten op de plank liggen die we gaan uitvoeren tijdens de Dutch Food Week. Mm-hmm. Over hebben. Ja. Dus dat is in de periode van hier in Dordrecht van 13 tot en met 16. 16 is de Wereldvoedseldag.
Dat begint met een boerenlandconferentie. 100 boeren komen naar de Kleine Rug om 3 dagen met elkaar hun beroepspraktijk te bespreken, uitdagingen uit te wisselen, informatie. We hebben een avond in het Energiehuis waar jonge wetenschappers van de Erasmus Universiteit, van de Wageningen Universiteit en de HAS net afgestudeerd hun onderzoeken presenteren. Het zijn razend interessant. Jonge onderzoekers met een frisse blik, echt een hele vernieuwende kijk op wat is voedselsoevereiniteit, de rol van de burger in het voedsel, wat is de rol van de korte ketenmakelaar, aan welke knoppen kun je draaien om die transitie te versnellen, et cetera. Dus daar verwacht ik ook heel veel van. En dan hebben we ook nog een cultureel programma met foodfilms, met een fototentoonstelling gebaseerd op dit project Wortelschieten. Met een, wat is het? Ik moet even erbij pakken, want het is te veel om op te noemen eigenlijk allemaal. De disco soep vergeet ik ook nog. Disco soep. Dus. Disjockey draait plaatjes, er wordt gedanst terwijl mensen bezig zijn de worteltjes te schillen en de soep te koken van overgebleven voedsel, resten, noem maar zeggen, die niet verkocht zijn. Dingen met een vlekje, maar nog heel lekker en bruikbaar. Ja. En ook spullen aan van de lokale boeren van hier uit van het eiland. Dus een disco soepfeestje. Er is er nog een ding in voorbereiding, maar dat weten we niet hoe ver dat gaat. Een conferentie met de stad Universiteit van Leiden. Okay. Met name mensen die nu erg in de picture staan. Eresman, Jan-Willem Eres, de stikstofprofessor. En mevrouw Grasseni, dat is de cultureel antropoloog die het heeft over de relatie boer en burger. Kortom. Er is zoveel activiteit ineens, dan moet er toch wel weer wat tot stand komen. En dat is ook dezelfde tijd dat alle politici hier bezig zijn om hun nieuwe verkiezingsprogramma te schrijven. Dus we gaan ook alle fractiekamers af en zeggen van, u denkt toch wel aan voedsel. En dan zeg ik ook dat voedsel, het nieuwe normaal, wij eten lokaal. Dat is dus de belangrijkste boodschap die ik ook de kijkers mee wil geven en de toehoorders. Dat wordt het nieuwe normaal vanaf volgend jaar met de nieuwe coalities, de raad, de college, et cetera, in de Drechtsteden. Dit moet hem worden. Oké. Dankjewel. Heel veel initiatieven. Ja, het is waar. Ja, het gaat maar door. Ja. Het gaat gewoon door. Ja. Mooi. Ja. En het begon, als je het heel lang teruggaat, ik was mijn eerste betaalde baan na het afstuderen als Neerlandicus in Rotterdam, was werken voor de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland. En daar werd ik ook elke vrijdag uitgenodigd Chileens te eten, Eritrees, Vietnamees. Dat was een feest. Dat was echt een feest om te doen. En dan hebben we het over de jaren 70. Kijk, heel lang geleden al. Ja. Ja. De tijd van Arie en de tijd van mij. Ja, dat was heel mooi. Delen. En dat nu weer terugkomt, dat geeft een gevoel van heelheid. Ja. Nee, dat vind ik het interessant aan deze tijd. Dat zijn dingen die ik deel met Robert. Ja. Dus dat was de charme van de jaren 70. Ja. 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 Tot onze grote verbazing en vreugde zelfs, keert het weer terug. En wij leven nog heel lang en gelukkig. Dus we zullen een hele mooie tijd nog tegemoet gaan, Robert. Ja, zeker. Rikken maar. Ja. Ja. Mooie tijden met mooie. Met de jeugd, die ook hier vertegenwoordigd is. Want voor je het weet wordt het een onder ons senior verhaal. Dat moet het ook niet zijn. Ja. Talida, die gerechten die jullie hebben gemaakt. En de foldertjes die jullie daar hebben samengesteld. Dat is bedoeld als informatie voor mensen die interesse hebben in deze gerechten. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook voor marketing, hè? Om jullie boodschap te propageren. Het is deels om inderdaad gewoon eigenlijk ook gewoon sowieso veel meer mensen bekend te maken. Oeps.
Maar in ieder geval veel meer mensen bekend te maken met, ja. Met die nieuwe gewassen. Die nu ook voor heel veel Nederlanders vreemd zijn. Ja. En het vertelt natuurlijk ook het verhaal van het project. Wat we nou hebben gedaan. Ja. En het contact onderling. Ja. En wat, nou ja, wat we concreet hebben gedaan is natuurlijk het bij elkaar brengen van verschillende groepen mensen. Die elkaar normaal niet zo gauw tegen zouden komen. Allerlei verschillende activiteiten ondernomen om ook echt die kruisbestuiving te realiseren tussen al die eetculturen en daarmee nieuwe producten of recepten ontwikkelen. Oké. En zijn er vele plekken waar nu gewassen die eigenlijk geïmporteerd, zoals je eerder zei, geïmporteerd zouden worden, dat ze nu gewoon in Nederland verbouwd worden? Nou, ik weet wel dat er in Almere, waar we dus straks ook met wortelschieten gaan starten, dat daar ook een kas is. Waar veel buitenlandse gewassen geteeld worden. Of naar veel, in ieder geval de Sopropo bijvoorbeeld. Ja. Nou, die ken jij dan ook. Ja. Dat wordt daar geteeld en daar wordt ook in ieder geval heel veel onderzoek naar gedaan. Dus voor de rest ken ik geen andere plekken waar ze echt bewust bezig zijn om... Om die buitenlandse gewassen echt hier... Ja, je ziet wel dat er in heel veel volkstuintjes binnen de Turkse gemeenschap is dat best wel groot. Dat daar natuurlijk wel heel veel soorten pepers of aubergines geteeld worden. Maar dat is echt vooral voor eigen gebruik en niet voor verkoop. En dat willen wij natuurlijk wel naartoe. Om, dat het taaienblad zoals... in plaats van geïmporteerd wordt, dat het lokaal geteeld wordt. De chili-wedstrijd. Ja. Oh ja. De chili-wedstrijd. Ja. De Stadslandbouwkas organiseert een chili-wedstrijd. Ja, klopt. Vertel daar eens even over. Nee, dat is een heel feest rond peper. Ja. En dat wordt op dit moment gekweekt. Ja. Dat zetten wij gewoon op een kaart. En er wordt één groot feest met pepertjes die wel meevallen en pepertjes waar niet meevallen. Echt vlammend. Zoals? Toevallig de Surinaamse variant, Madame Jeanette. Zit er ook in, Ze wordt heel erg blussig. Oké. Oké. Maar goed, we hebben meer grappen, als het mag. Ja. We hebben ook hop. Ja. Dus we hebben ook ontdekt dat we eigen bier kunnen maken. Oké. Dat kan ook. Ja. En waarschijnlijk kunnen we, als we voldoende druiven hebben, ook wijn maken. Eigen wijn. Zo dat kan. Ja. Oké. Dat zijn... dat is gewoon... Mooi meegenomen. Super mooi meegenomen, ja zeker. Ja. Ja, ik vind het sowieso een heel mooi initiatief om mensen te motiveren om meer hier te planten. In plaats van dat het geïmporteerd wordt. Als Surinamers zijn, heb ik altijd moeite mee gehad dat dingen niet vers zijn. Als ze van Suriname uit hier worden geïmporteerd. En het vervelende is ook dat heel vaak als iets vanuit het buitenland komt hierheen, dat ze het ook goed bespoten met al die pesticides om het lang houdbaar te houden. Precies, en het te beschermen. En dat eten wij allemaal dan ook. Ja. Als het lokaler is, als de keten veel korter is, dan is het sowieso gezonder en beter voor de economie. Beter voor de mensen. Voor het milieu. Ja, voor het milieu. Ja. En mensen zijn dan ook bezig met hun eigen voedsel. Die zij eten. Dus ze zijn er bezig te planten of ze plukken of lokaal kopen. Dus, en wat ook interessant is dat ze het ook echt kunnen zien groeien in de kas. Precies, zoals Arie zei. En de kas, wat ik zelf heel mooi vind aan de kas, dat is echt een permacultuurtuin. Dus daar worden ook geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Kijk daar. Er zijn eenden aan het werk om de slakken op te eten en dat soort dingen. Die hebben ploegendienst. Ja. Maar juist omdat er zoveel verschillende soorten gewassen staan. Dat helpt ook, dat is ook een soort van kruisbestuiving eigenlijk tussen al die verschillende gewassen, waardoor ze geen bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Dus het is echt een mooie plek. Ja, dat is echt weer oldschool, hè? Ja. Om terug te gaan naar de basis. Nee, het is gewoon een stukje paradijs in Dordrecht. Absoluut. Letterlijk. Ik moet even komen kijken. Kom kijken. Langs de snelweg, dat wel. Maar daar merk je niks van. Als je eenmaal daar bent, dan... Als je de deur dichthoudt, dan merk je er niks. Super. Ja. Zit je vlak bij de A16. Oké. We gaan nu weer naar Michel. Ja. Hoe heet dit nummer? Geen naam voor. Ik moet hem maar even bedenken. Nog. Gevoel. Mooie titel misschien. Dreigen, ik geloof niet in dwang. Ik geloof niet in zwijgen. Ik geloof niet in bang. Ik geloof niet in bang. Ik geloof niet in bazen. En ik geloof niet in macht. Niet
niet in drammende dwazen met de wijsheid in pacht. Vind dat altijd verdacht. Die overtuigingskracht, alles zo stellig gebracht. Maar ik geloof niet dat engelen vanuit de hemel dalen en dat zondaars zullen branden in de hel. Niet in een God die hier zijn gram komt halen, niet in een God die meespeelt met ons spel. Ik geloof in de liefde, ik geloof in het hart, ik geloof in het hele, niet in apart, niet in wit en zwart. Ik geloof in de vrede. In de symfonie. Ik geloof dat alles wat er om me heen leeft, als het water van die ene oceaan, golft op het ritme dat niks met de tijd heeft, in een cadans die eeuwig door blijft gaan. Oh, ik geloof in de vrijheid. Om het licht te zien voor de ogen van een mens. Ik geloof dat niemand van tevoren heeft getekend voor een geloven land zijn DNA. Ik geloof dat niemand voor zijn huidskleur heeft getekend of op een wieg in Japan. Dus ga maar na, zoals ik besta, zoals ik loop, waar ik op hoop. Dit lijf, alles wat ik schrijf, dit hele lied, ik ben dat niet. Ik als persoon, ik gebeur, ook maar gewoon. Supermooi, dankjewel. Dankjewel, een mooie boodschap. Ja. Prachtig. Dalila, we gaan zo meteen kijken naar een videoverslag. Hè? Ja. Vertel eens even, voordat we daarnaar gaan kijken, wat we zullen zien. Nou, jullie gaan dan eigenlijk een oproep bekijken van ons. Ja. Want naast al deze recepten, maar ook die kennismakingen, heeft het ook gewoon heel veel verhalen opgeleverd. Ja. We elkaar echt allemaal beter leren kennen. Ja. Nou ja, wij vinden die verhalen het ook echt waard om te delen met het grote publiek. En daarom hebben we met Kees Dijkman, de fotograaf, besloten om een expositie te organiseren. Okay. Ja. Waarin eigenlijk de verhalen in woord en beeld worden tentoongesteld en gedeeld met het grote publiek. Ja. En daar zoeken we dus extra financiering voor. Okay. Dus vandaar. Ik snap het. En dit zijn verhalen van de deelnemers, hè? De mensen die hebben deelgenomen eraan. Dus we zien nu hun perspectief en hun. Nou, je ziet niet hun perspectief. Okay. Het is echt de crowdfunding. Die wordt morgen ook echt gelanceerd. Dus dit is echt de lancering eigenlijk van de crowdfunding. Oké. Zullen we nu kijken naar het filmpje? We gaan zo meteen kijken naar het filmpje. Ja. Maar, het proces van het maken van het filmpje. De bedoeling is dus eigenlijk om te komen aan crowdfunding. Wat zeg je? Crowdfunding voor wat precies was dat? Voor de fototentoonstelling. Voor de fototentoonstelling specifiek, hè? Ja, te realiseren. Oké. En de fototentoonstelling, waar gaat dat precies over? De verhalen van de deelnemers. Ja. Die al van het vorige project, het laatste project of de project? Afgelopen project. Okay. Afgelopen project in Dordrecht. Afgelopen project. Dus nu gaan we kijken naar
hoe de deelnemers die mee hebben gedaan aan het project in Dordrecht? Nee, dat is dus nog de sneak peek. Dus we krijgen nu een filmpje te zien eigenlijk van de crowdfunding zelf. Waarin we eigenlijk mensen oproepen, hey, dit is het plan. Aha, ik snap het. Kunnen jullie ons helpen? Okido. Oké, we zijn er. Van oudsher voegen migranten iets toe aan de Nederlandse eetcultuur. Denk maar bijvoorbeeld aan de Italiaanse lasagne, de Turkse kebab, de Turkse pizza. Maar nog veel meer van dat soort gerechten die zijn inmiddels ingeburgerd in onze Nederlandse eetcultuur. 12 studenten van Da Vinci College, allemaal kokstudenten, 12 nieuwe Nederlanders, gaan 10 weken lang samen op pad. Ze ondernemen allerlei activiteiten, vooral samen koken en samen eten staat centraal. Maar we brengen natuurlijk ook een bezoek aan de kas, de Oude Beer. Naast alle recepten levert Wortelschieten natuurlijk ook heel veel mooie verhalen op van de deelnemers. Al die verhalen willen we namelijk gaan delen tijdens een expositie in Dordrecht. Alle verhalen, de recepten van de deelnemers, die worden gedeeld. Die laten we zien aan een groter publiek. En daarvoor hebben jullie hulp nodig. Met jouw bijdrage kunnen we de expositie realiseren en de verhalen en de eetculturen met een groter publiek delen. Help je ons mee? Oké. Dat is het. Ja, dat is voor de luisteraars, want er is natuurlijk ook beeld bij. Dus je krijgt ook meteen een kijkje in het programma. Wat we nou gedaan hebben en dat soort dingen. En voor de mensen die het hebben gemist, die kunnen het zien op de website? Er komt een link straks online. Die delen we straks via social media. En dan daar kun je sowieso meer gedeeld en dan kunnen mensen meer informatie en met elkaar delen. En hopelijk kom je dan ook heel snel aan de nodige crowdfunding. Precies. We hadden het net zo even over de Dutch Food Week. En jij gaat er ook aan deelnemen. Het project Wortelschieten is onderdeel van de Dutch Food Week in Dordrecht. Mm-hmm. Ja. Kan je daar even over wat vertellen? Dan gaan we dus de fototentoonstelling, die wordt geopend. Mm-hmm. We starten in de kas van de Oude Beer. Dat willen we meteen combineren met sprekers, proeverijen, zodat mensen ook echt kunnen proeven van de gerechten. En dan wisselen. Ja. En dan, na de eerste twee weken in de kas verhuizen we uiteindelijk naar een vaste locatie. Ja. Ergens in Dordrecht. Mooi. Nou oké, strakjes gaan we het hebben over Dutch Food Week en dan gaan we er verder op uitbreiden. Ja. Dank je wel. Ja. Regisseur. Deze. Wisselen.